بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داخل إن شاء الله تعالى زلفة سورة العاديات ليزة عند آيات الأهدارفان إن شاء الله تعالى فدايد لك سورة العاديات السورة مكية أوبن بارت عند بريودة عند مكان سبريودة فور الهجرة إن استطعت ألف فرزن عند هذه السورة هيفت الله سبحانه وتعالى هت أوفر أي خصب عند منس الله جل وعلا يزخت والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله تبارك وتعالى دي زفيرت هير والعاديات ضبحا هاي زفيرت هير باي رنن دي بارده بارده دي خبرايكت ورده فور دي سترايت فور دي زاك فن الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا دي زي رنن دي بارده دي دور هن تمبو دور هن خرن دات دار دور خلايدو ماك زواص تهنك زواص بفوبة تهيخ الله جل وعلا زفيرت دار باي فالمورياتي قدحا En die paarden die door hun hoeven vonken laten zien. De paarden die hoeven hebben, die zo hard zijn dat ze vonken slaan als ze daarmee rennen. Falmuriyati qadha. Falmugirati subha. Deze paarden die vallen aan in de ochtend. Ze vallen de vijand aan met hun ruiters in de ochtend. Bij deze aanval, bij deze gebeurtenis, wordt er stof opgeworpen. فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا deze paarden die door het midden van de vijand die de linie of die in het midden van de vijand yani staan met hun ruiters فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود dan is dat Allah subhanahu wa ta'ala voorwaar de mens is zeker ondankbaar aan zijn Heer طيب إخوان Allah jalla wa ala die zweert hier bij deze paarden Ook bij deze eigenschappen van deze paarden. Nee, wanneer zij in strijd zijn. Wanneer de strijd hevig is. Wanneer ze aan het rennen zijn. In deze snelle tempo. Zo snel dat hun hoeven vonken. Als hun hoeven tegen stenen aankomen. Tegen rotsen aankomen. Dat ze vonken door hun snelheid. Daarnaast deze paarden die vallen aan in de ochtend. Die vallen de vijand aan in de ochtend. Want dat is zoals de geleerden zeggen. Het beste moment. Ook omdat de paard uitgerust is. En ook omdat het een goede moment is voor de aanval. Dat de mensen dan nog niet echt wakker zijn. Allah Jalla wa Ala die zweert bij deze paarden. En Allah Tabaraka wa Ta'ala die mag zweren bij zijn schepselen. Hij zweert bij zijn schepselen. En als hij dat doet, dan doet hij dat om het belang daarvan te benadrukken. En deze schepselen, deze paarden die gebruikt worden voor de strijd. Om het woord van Allah Subhanahu wa Ta'ala... En in hoog te houden. Zij voeren een belangrijke taak uit. Zij voeren een belangrijke taak uit. Vandaar dat Allah tabaraka wa ta'ala bij hen zweert. Lekker, waarom zweert Allah tabaraka wa ta'ala? Hij noemt dat hierna. Inna al-insana li rabbihi lakanud. Hij zweert om aan te duiden en te bevestigen dat de mens werkelijk ondankbaar is tegenover zijn Heer. Inna al-insana li rabbihi lakanud. Hij is ondankbaar. In die zin dat hij de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala niet waardeert. Hij waardeert de gunsten van Allah jalla wa ala niet. Allah tabaraka wa ta'ala begunstigt hem met vele gunsten en hij ontkent dat. En als je hem vraagt hoe het gaat, dan gaat het slecht. En als hij het moeilijk heeft, dan heeft hij niks. Dan bezit hij niks. Hij ontkent de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala, terwijl Allah jalla wa ala... de mens zoveel gunsten heeft gegeven, dat hij deze gunsten nooit zou kunnen opsommen. Laat staan dat hij Allah Jalla wa Ala daarvoor dankbaar kan zijn. Hey, waarom zweert Allah Tabaraka wa Ta'ala hier bij deze paarden? Vervolgens noemt hij de afgunst of de ondankbaarheid van de mens. Sommige tafsir geleerden of de geleerden, sommige van de geleerden zeggen, en wat is hier het verband tussen de paarden en de mens? De paarden, deze paarden die zoveel over hebben, voor hun, yani voor hun eigenaren. En hun eigenaar van zo'n paard, die voedt hem of die voert hem
En in ruil daarvoor is hij gehoorzaam. In ruil daarvoor gaat hij voor hem door het vuur. Strijdt hij voor hem. En rent hij voor hem. En is hij voor hem in strijd om de vijand te bevechten. Zo'n paard, het enige wat de eigenaar doet, is hij voert hem, meer niet. En hij is gehoorzaam. En hij doet wat hij wil. En hij staat voor hem klaar. En hij laat hem niet in de steek. Als hij bijvoorbeeld de vijand gaat bevechten, of hij gaat hem achteraan rennen, achterna, in die snelheid, die paard gaat niet zeggen van, jij voert mij, en niet alleen maar dat jij bijvoorbeeld voor mij gebruik kan maken, je kan op mij rijden naar die en die plek. Voor de rest heb ik niks te maken met jouw vijanden en dergelijke. Die paard, die is gehoorzaam aan zijn heer, of aan zijn meester, of aan zijn eigenaar. In ruil waarvoor? Alleen in ruil voor voer. Hij voert, maar geeft hem te eten en te drinken. Allah Jalla wa Ala, die maakt hier duidelijk. De mens wordt door Allah Tabaraka wa Ta'ala begunstigd met vele malen meer gunsten dan deze eigenaar voor die paard doet. Allah Jalla wa Ala heeft hem verstand gegeven. Heeft de mens verstand gegeven. Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft de mens gezondheid gegeven. Hij heeft de mens voorzien van heel veel voorzieningen, van heel veel gunsten. Hij kan zien, hij kan horen, hij heeft kinderen, hij heeft rijkdommen, hij heeft ouders, hij heeft kinderen. Hij heeft zoveel gunsten. En ondanks dat is hij toch ongehoorzaam aan Allah Jalla wa Ala. En is hij ondankbaar tegenover Allah Subhanahu wa Ta'ala. En alsof Allah Jalla wa Ala wil zeggen, laat een paard niet beter zijn dan jou. Een paard is gehoorzaam in ruil voor voer. En jij bent ongehoorzaam en ondankbaar. Terwijl Allah Jalla wa Ala jou begunstigd heeft met zoveel gunsten. Heel veel mensen die zien gunsten alleen maar als het gaat om rijkdom. En als zij vele rijkdommen bezitten, hij is heel rijk, dan gaat het goed met hem. Heeft hij het moeilijk? Heeft hij niet genoeg? Of wordt hij beproefd met armoede en dergelijke? Dan heeft hij ineens niks. Terwijl als hij gaat kijken, als we bijvoorbeeld iemand nemen die geen rijkdommen heeft, een arm persoon, lakin, kan hij zien? Alhamdulillah, hij kan zien. Kan hij horen? Hij kan alhamdulillah ook horen. Heeft hij ergens last van? La, alhamdulillah, hij is gezond. Heeft hij kinderen? Naam, hij heeft kinderen. Heeft hij ouders? Hij heeft ook ouders. Heeft hij kada? Is hij veilig? Naam, hij is veilig. Gezond, veilig, kada. Heeft hij ook te eten? Alhamdulillah, hij heeft ook te eten. Kijk hoeveel gunsten, lakin, die gunsten worden allemaal vergeten. Lakin, als hij het goed heeft, of als hij rijk is, dan gaat het meestal goed bij de meeste mensen. Lakin, dit is eigenlijk niet de juiste weegschaal. Want hoeveel mensen zijn rijk? Lakin, ze hebben niks aan die rijkdom. Bijvoorbeeld mensen die ongezond zijn. Laten we zeggen, iemand bijvoorbeeld die in coma ligt. In corona ligt in coma. Deze persoon die misschien zoveel huizen heeft. En zoveel auto's heeft. En zo'n dikke bankrekening heeft en dergelijke. Zoveel geld. Lakin, heeft hij wat aan die rijkdommen? Ja. Als je hem zou vragen, wat wil jij nu? Hij wil alleen maar nog gezondheid hebben. En met datgene wat hij heeft gespaard en verzameld, is op dat moment niks meer waard voor hem. Iden, de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala zijn vele malen meer dan datgene wat de mensen alleen zien. En we moeten niet kijken naar wat iemand meer heeft. We moeten niet kijken naar de wereldse zaken. Want wereldse zaken houden niet op. Als we gaan kijken naar iemand die bijvoorbeeld iemand die verdient 2000 euro. Als je gaat kijken naar iemand die 3000 euro verdient, en hij wil dat ook, dan heb je al bereikt die 3000 euro. Er zijn mensen die verdienen 4, en 5, en 6, en 10. Dat houdt maar niet, dat houdt niet op. Vandaar dat de profeet ook zegt, hij zegt, kijk niet naar iemand die meer dan jullie heeft, maar kijk naar iemand die minder heeft. Kijk naar iemand die minder heeft, dan is de kans groter dat je de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala zult waarderen. Want bijvoorbeeld iemand heeft nu, we gaan zeggen van minimuminkomen. Minimuminkomen is minimaal. Laten we zeggen 1500. Lakin, als zo'n persoon gaat kijken naar een ander die misschien helemaal geen inkomen heeft. Die misschien in een land leeft waar hij geen werk heeft en geen inkomen heeft. En misschien geen onderdak heeft. En geen auto heeft. En geen kada heeft. En zo'n persoon heeft veel minder dan hem. Dan als je kijkt naar zo'n persoon die minder heeft, dan zal je de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala eerder waarderen. Dan zal de dankbaarheid eerder aanwezig zijn en groter zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala die zweert hier om de situatie van de mens aan ons te laten zien. De mens is ondankbaar. Innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud, lajahud. Hij ontkent en hij is ondankbaar. Waardoor hij ongehoorzaam is aan Allah tabaraka wa ta'ala.
Daarna zegt Allah Jalla wa Ala, wa innahu ala dhalika la shahid. Wa innahu ala dhalika la shahid. Deze mens die ondankbaar is, die is zeker daar getuige van. En hij weet dat. Hij weet dat en hij is daar getuige van. Hij weet dat Allah tabaraka wa ta'ala hem begunstigt met vele gunsten en hem voorziet. Lekin ondanks dat is hij toch ondankbaar tegenover de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innahu ala dhalika la shahid. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. En zeker zijn liefde voor al-khayr. Wat is al-khayr hier? Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Zijn liefde voor al-khayr is zeker groot en hevig en sterk. Wat is die khayr hier zo? Khayr. Al-khayr, hiermee worden bezittingen bedoeld. En die rijkdom mee bedoeld. Geld mee bedoeld. Al-khayr in de Arabische taal heeft verschillende betekenissen. Is dat bijvoorbeeld khayran inshallah. Taib, hada khayru min hada. Khayr is bijvoorbeeld ook beter. Iets wat goed is, is ook khayr. En al-khayr komt ook voor in de Arabische taal met als betekenis geld en rijkdom. Zoals Allah Jalla wa'ala in de Koran ook zegt, Surat al-Baqara, in taraka khayran. In taraka khayran. In taraka khayran bij al-wasiyya. Als bijvoorbeeld iemand komt te sterven en hij laat een erfenis achter. Die erfenis noemt Allah subhanahu wa ta'ala khayran. En al-khayr hiermee wordt bedoeld rijkdom. De mens heeft zeker een sterke liefde voor rijkdom, voor bezit, voor geld. Zoals Allah Jalla wa'ala ook in de Koran zegt, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. En jullie houden van geld, jullie houden daarvan sterk of hevig. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ أَشَدِيدٍ. Vandaar dat Ibn Adam, de mens, die heeft daar nooit genoeg van. Als hij zoals de profeet zei, als hij een rivier heeft met goud, dan zou hij een tweede rivier wensen. Als hij er twee heeft, zou hij nog een derde wensen. En niets zal zijn maag vullen behalve het turab. Behalve zand als die onder de grond terechtkomt. Als die begraven wordt. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Daarna zegt Allah tabaraka wa ta'ala. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Ya'ni weet hij dan niet. Weet de mens dan niet. Wat hem te wachten staat als die uit zijn graf zal komen. En er komt een dag dat hij zal opstaan voor Allah tabaraka wa ta'ala, voor de wederopstanding. En Allah Jalla wa Ala die zegt dat hier zo, zodat hij zich voorbereidt daarop. En daarnaast dat zijn liefde voor die rijk en voor dat wereldse niet zo groot moet zijn. Want er komt een dag dat hij zal staan voor zijn Heer. Yani yawm al-qiyama zal hij staan. En dan zal hij opstaan voor de wederopstanding. Hij zal opgegraven worden voor de wederopstanding. فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Als hij zal opgegraven worden, dan wordt hij opgegraven voor de afrekening. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. En op die dag zal ook alles openbaar worden. Alles zal duidelijk worden. Datgene wat verborgen was in het wereldse leven, zal openbaar worden. Datgene wat iemand verbergde in zijn hart, niet uiten, zal yawm al-qiyama allemaal zichtbaar worden. Zal allemaal duidelijk worden. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Zelfs datgene wat je verbergt in jouw hart, in jouw borst, waar anderen niet van op de hoogte zijn, Allah Jalla wa Ala is daarvan op de hoogte. Allah Tabaraka wa Ta'ala niets ontgaat aan zijn kennis. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ. إِنَّ رَبَّهُمْ, hun Heer op die dag, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, op die dag is hun Heer zeker op de hoogte van datgene wat ze gedaan hebben. Hij is de alwetende subhanahu wa ta'ala. Niets ontgaat aan zijn kennis. En hij is op de hoogte dat hun ook ondankbaar waren. En op die dag zal de afrekening plaatsvinden. En iedereen die iets goeds gedaan heeft, Allah Jalla wa'ala is daarvan op de hoogte. En iedereen die iets slechts gedaan heeft, Allah tabaraka wa ta'ala is daarvan op de hoogte. Inna rabbahum bihim yawma'idin lekhabir. Lekhabir, al-ghibra. Deze naam van Allah, Al-Ghabir, is meer dan Al-Alim. Al-Alim is de alwetende. Lekin Al-Ghabir, Al-Ghibra, is kennis wat is specifieke kennis. Of zoals we zeggen, en bijvoorbeeld je hebt een arts en je hebt een specialist. Specialist is iemand die van alles op de hoogte, van al die zaken op de hoogte is. Iemand die gespecialiseerd is. Allah Jalla wa Ala is Ghabir en niets ontgaat aan zijn kennis, tabaraka ta'ala. Daarna
volgt Suratul Qari'ah. Suratul Qari'ah is ook een sura Mekkiya. En de verzen zijn ook 11 verzen, zoals Suratul Adiyat. Allah Jalla wa Ala, die heeft het hier over de dag des oordeels. Al Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة is a name from the name of the dag des oordeels. It's one of the name of the dag des oordeels. The dag des oordeels, يوم القيامة, heeft verschillende namen afhankelijk van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Al-Haqqa. Dat is ook een naam van de namen van Yawm al-Qiyamah. En ook bijvoorbeeld Al-Waqi'ah. Iza waqa'at Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah betekent de gebeurtenis. De gebeurtenis hier, daarmee wordt het uur bedoeld. De dag der opstanding. En Al-Haqqa ook. En Al-Qari'ah precies hetzelfde. Al-Qari'ah betekent eigenlijk datgene wat grijpt, of ingrijpend is. Het grijpt de harten. Yawm al-Qiyamah, dat is oordeels, als het plaatsvindt, het grijpt de harten. En het grijpt ook het gehoor en de ogen. Het is een geweldige, yani een verschrikkelijke gebeurtenis. Dat het alles grijpt. Het is een grote, geweldige, grijpende gebeurtenis. Mal qari'ah. Allah Jalla wa Ali zegt, mal qari'ah. Wat is deze geweldige, ingrijpende gebeurtenis? Dat is een Arabische stijl. Dat komt ook vaak voor in de Koran. Zoals bijvoorbeeld وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْقَارِعَةَ مَا الْقَارِعَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ. Zoals ook إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Deze Arabische stijl komt vaak voor in de Koran om het belang daarvan te benadrukken. En weten jullie wel wat deze belangrijke ingrijpende gebeurtenis is? Hoe kennen jullie deze gebeurtenis? وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Vervolgens noemt Allah subhanahu wa ta'ala een aantal zaken die op die dag zullen plaatsvinden. Hoe het zal zijn. Allah die zegt voor deze dag. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Op deze dag zullen de mensen zijn zoals يعني verstrooide vlinders. De mensen op die dag zullen zijn zoals vlinders. Zoals in een andere ayah. Jaradin muntashir. Zoals sprinkhanen die verstrooid zijn. Verspreid zijn. Vlinders of insecten. Wanneer ze bijvoorbeeld een vuur zien. Kampvuur zien. Dan gaan ze er allemaal op af. En dan vervolgens vallen ze allemaal neer. En een vlinder als je kijkt. Of bepaalde insecten. Wanneer je ze ziet wapperen. In de lucht of ergens anders. Dan zie je dat ze geen bepaalde route hebben. En ze gaan heen en weer. Ze hebben geen doel. Je hebt bijvoorbeeld dieren die bepaalde doelen hebben. Die gaan naar hun doel. Recht. Lekker vlinders. Of zulke insecten die op vuur afkomen. Je ziet ze dat ze wapperen. Ze gaan heen en weer. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ze hebben geen duidelijke doel. Zo zullen de mensen ook zijn wanneer ze zullen opstaan voor de wederopstanding. Ze weten niet wat ze meemaken. Ze zullen zijn zoals verspreide insecten of vlinders of sprinkhanen, zoals staat in een andere ayah, kajaradin muntashir. Ze weten niet welke kant ze op moeten gaan, wat ze te wachten staat, wat ze moeten doen. Het is een verschrikkelijke, yani een geweldige dag. Yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuth. Dus een van die eigenschappen van die dag is dat de mensen zullen zijn zoals deze insecten die verspreid zijn. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. En ook de bergen. De bergen die wij nu zien tijdens dit wereldse leven, die zo groot zijn, zo sterk zijn, zo hard zijn. يوم القيامة zullen ze zijn zoals wol. يوم of وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Ze zullen zijn zoals verscheurde wol. Die je met je hand, die zo zwak is dat je met je hand open kunt krijgen. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. En Allah Jalla wa Ala zal het allemaal omdraaien. Hij zal het allemaal veranderen. Degene die deze bergen sterk heeft gemaakt in het wereldse leven, zal ze Yawm al-Qiyamah laten zijn zoals wol. Bijvoorbeeld nu in het wereldse leven kun je geen berg stuk krijgen. Je kan een berg bijna niet stuk krijgen, behalve met
met heel veel zware materiaal. Dan nog een stukje daarvan misschien. In Yawm al-Qiyamah zullen deze bergen veranderen zoals wol. Zoals wol die zo zacht is en zo zwak is. تكون الجبال كالعهن المنفوش. Dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٍ نَارٌ حَامِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Op deze dag, op de dag des oordeels, zullen er weegschalen zijn. Deze weegschalen, die zullen de daden en de boeken en ook de mensen zullen gewogen worden. Yawm al-Qiyamah. Allah Jalla wa Ala die zegt, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Diegene van wie zijn weegschaal zwaar zal zijn, Yawm al-Qiyamah, hij zal zwaar zijn door goede daden. Als hij een weegschaal aantreft die zwaar is met goede daden, dan zal er voor hem een tevreden leven krijgen. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Hij zal zich verkeren in een tevreden yani, situatie. Allah Jalla wa Ala zal hem daarvoor belonen. Hij zal een goede leven leiden in het paradijs. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Wat betreft degene van wie zijn weegschaal licht zal zijn, met andere woorden, hij heeft niet genoeg daden, waardoor die zwaar is. Met andere woorden, hij is te licht. Zo'n persoon, zijn bestemming zal de hel zijn. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Zijn verblijfplaats zal de hel zijn. En Allah die zegt, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ En weet jij wat deze hauja is? Weet jij wat deze yani, diepe hel is? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ Het is een hete, brandende hel. نَارٌ حَامِيَةٌ أسأل الله السلامة والعافية. Dus je ziet dat يوم القيامة het enige wat telt in de goede daden. En op basis daarvan zal de eindbestemming bepaald worden. Niks zal baten, behalve jouw daden. Niet jouw afkomst, niet jouw familieleden, niet jouw vrienden. Het enige wat je mee zal nemen, wat jou zal baten of schaden, zijn jouw daden. Daar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam die zegt, فَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Degene die vertraagd zal worden, يَوْمَ الْقِيَامَةِ door zijn daden, doordat hij niet genoeg goede daden heeft verricht, zijn afkomst, ook al is die goed, zal hem niet versnellen. Het zal niet voor hem bemiddelen. Naar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toen hij werd gestuurd als verkondiger en waarschuwer. Hij riep de stammen op van Quraysh bij families. En hij riep familie voor familie. Hij riep ook zijn eigen familie op. Hij riep zijn ooms op en zijn tantes op. En ook Fatima radiyallahu ta'ala anha. Hij zei tegen hun, ik kan niks voor jullie betekenen, yawm al-qiyamah. Als jullie niet gelovig zijn en geen goede daden verricht hebben, zal ik niks voor jullie kunnen betekenen, yawm al-qiyamah. En met andere woorden, iedereen, yawm al-qiyamah, zal beoordeeld worden en afgerekend worden aan de hand van zijn daden. Naam, Rasool sallallahu alayhi wa sallam zal bemiddelen als het gaat om zondaren en als het gaat om ook een aantal andere vormen van bemiddeling. Lekin uiteindelijk wat bepalend is, zijn de daden van een persoon. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsah. Zoals de profeet zegt in hadith, dit al-Qudsi, waarin Allah Jalla wa Ala zegt, het zijn slechts jullie daden waarop jullie afgerekend zullen worden. Degene die iets goeds aantreft, die dient Allah tabaraka wa ta'ala dankbaar te zijn. Degene die iets anders aantreft dan dat, die moet niemand verwijten behalve zichzelf. Allahu ta'ala wa alam.